Na vele jaren van onzekerheid zijn er plannen in voorbereiding voor de ontwikkeling van het gebied De Lange Weren. Het college van BNW heeft voorstellen laten maken die een eerste schets weergeven van de inrichting van het gebied met bebouwing, wegen, fietspaden, groenvoorzieningen en waterwegen. De voorstellen zijn nu nog in ideevorm en dienen door de provincie te worden beoordeeld. Toch leek het voor BNW de tijd rijp om de inwoners van Edam-Volendam en overige geïnteresseerden alvast deelgenoot te maken van de planning middels een informatieavond op 15 november in partycentrum De Amvo. We vroegen enkele bezoekers naar hun verwachtingen. Ik hoop eigenlijk iets positiefs te horen, in ieder geval wat een beter idee als wat vorige keer naar voren is gekomen. Dus een wat ruimere... tot de mensen niet het broodje van de andere tafel kunnen halen terwijl ze in hun eigen huis zitten. Ik laat me informeren over de nieuwe woonplannen, dus voor mijn zonen. Ik hoop dat ze dicht bij mij komen te wonen. Ja, ik ben gewoon benieuwd naar het nieuwe plan. Dus ik kom gewoon even kijken. Die oude plannen ken je ook? Oude plannen ken ik. Ik heb even gekeken, ja. Dus je verwacht wel een mooie bouw, hè? Ik verwacht een mooie bouw, ja. Iets meer duidelijkheid te krijgen over wanneer of hoe, wat er gaat gebeuren en wat we kunnen verwachten. Ja. En als dat positief is, dan wil je er wel wonen? Ik wel. Ik heb eigenlijk geen verwachtingen. Ik laat me verrassen. Je zoekt wel een huis? Ik zoek geen huis, nee. Maar ik ben heel benieuwd hoe het nieuwe stuk eruit komt te zien. Op de informatieavond waren ook de verantwoordelijke wethouders aanwezig. En we vroegen hen om een reactie. Wat een opkomst en wat een positief gevoel heerst er in de zaal. Ja, echt. Fantastisch. Wij wisten absoluut niet wat we konden verwachten. Maar dit is fantastisch. En dan zie je maar hoe ontzettend het leeft in onze gemeente. De woningnood is hoog. Er moet nu echt wat gebeuren. Dus ik ben super blij. Heb je nou het gevoel dat door deze opkomst en de stemming in de zaal en de vragen die je ook al gehad hebt natuurlijk, dat het nou van een rollercoaster gaat naar de bouw van de Lange Weren? Ja, dat hoop ik natuurlijk wel heel erg. We hebben ook diverse gesprekken gevoerd met de stichtingen die aanvankelijk niet voor de plannen zijn, zal ik maar zeggen. Dus we proberen iedereen die belang heeft bij deze ontwikkeling ook mee te nemen. En nu is het de gang naar de gemeenteraad. En ik hoop natuurlijk op gewoon een unanieme steun van de gemeenteraad. Dan gaan we het indienen bij de provincie Noord-Holland. En dan hopen we natuurlijk heel erg dat die zo snel mogelijk een go geven. En dan kunnen we de hele planlogische procedure in gang zetten. En dan kunnen we echt gaan versnellen. Dus ik hoop echt dat dit een hele belangrijke grote stap gaat worden. Er ligt natuurlijk nu een nieuw plan voor de Lange Weren. Er is gigantisch hard aangewerkt, dat heb je net ook wel gehoord. En volgens mij kunnen we wel zien dat de opkomst zeer hoog is. En dat snapte ik ook wel, want de woningnood is ook zeer hoog. En ik ben ook heel blij dat ik heel veel jongeren heb gezien. En dan hebben we ook een keer weer het andere geluid in plaats van dat mensen die dan tegen zijn. En volgens mij hebben we nu echt wel kunnen zien dat er een hele hoop mensen zijn die heel graag willen wonen. En ook in een fantastisch mooi plan. Zodra er meer informatie bekend zal zijn over het verdere verloop van de procedures bij gemeente en provincie, zullen we u weer een update geven en meer van de plannen kunnen tonen.